We zaten in de bus, mijn man en ik. En het leek bijna alsof het vlak boven ons hoofd was. Dat ik ineens een gigantische grote vuurbal zag. We waren net klaar met eten. En op een gegeven moment hoorden we echt een heel luid geluid. Echt hard. En het flat begon te trillen. Dus ik begon te gillen hier. Ik blijf niet hier. We hebben de kinderen gepakt. We zijn snel naar buiten gegaan. Lichten waren aan, televisie stond aan bij ons, alles. Dus we zijn gewoon in een mum van tijd weggerend. Ik zei, ik blijf niet hier. We wisten niet wat het was. Wow. Dus toen de chauffeur zei, iedereen uitstappen, zijn wij gewoon weggerend. En we renden zo hard mogelijk, zo ver mogelijk van die vuurbal. Was je niet bang dat er ook iets met je kind, dus met mij eigenlijk, zou gebeuren? Natuurlijk kon er eigenlijk niets gebeuren met je. Maar ik had een soort raar idee dat je vergiftigd zou worden, dat er iets mis zou kunnen gaan. Wow. Dus daarom wilde ik zo snel mogelijk weglopen. En wat ik ook eng vond is dat het plotseling donker werd. Ja, dus je stapte uit en het begon te stinken. En later, dan weet je, het gaat over, het is kerosine, dat er spullen uit het vliegtuig naar beneden zijn gevallen. Maar dat besef je pas later. Op dat moment begrijp je niet wat er gebeurt. Ja. Ik weet bijvoorbeeld niet meer dat ik hier aan de eettafel zat. Maar dus ik kan me een soort van het beeld herinneren dat ik soort van opkeek naar haar. En dat ik de tranen over de wangen zag rollen. En dat het dus inderdaad super aan het trillen was, het raam. Gewoon, dat is iets wat je niet kan voorstellen totdat je het meemaakt. En die knallen kan ik me ook wel vaag herinneren. Dat heb ik niet eens verteld. Ik werd op een gegeven moment direct daarna. Je durfde eigenlijk niet gewoon te lopen. Als het ware keek de hele tijd naar boven. Ja, het heeft een paar jaar geduurd voordat ik weer kon vergeten dat er een vliegtuig overvloog. Ik had nachtmerries. Huilend wakker. Maar op een gegeven moment, het slijt. Het slijt. Je moet zelf proberen het een plekje te geven. Maar was het dan zo'n gebouw? Ja, zo. Maar woonde oma in Gooihoord of Gouden Leeuw? Gooihoord. Nee, Gouden Leeuw is veel later. Dat is, ja, jij hebt Gouden Leeuw meegemaakt. Ja. Ik ken geen before en after. Maar ja, het blijft gewoon echt een bizarre gedachte dat het hier is gebeurd. Gewoon tussen de metro's, tussen andere flats, een moskee. Ik bedoel, ja, ik vind het ongelofelijk.